Ja, dan kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug in het oh zo mooie Red Light District in Mindtopia, jongens. Oh, wat zien die rode stralen er nog mooi uit. Daar twee rode stralen, hier een rode straal, daar een rode straal. En ongelooflijk, wat vind ik de kleur rood toch een mooie kleur. Alhoewel mijn arm eigenlijk nu een beetje blauwachtig is met paars. Dat ga ik wel even snel uittrekken. Dan zie je ook meteen waarom mijn skin, als je hem wilt downloaden, niet klopt. Omdat het gewoon een pakkie over mijn pakkie heen is. Zo, allemaal mooi, heel mooi. Goed mensen, welkom terug in Mindtopia. En ik sta nu dus in Dancetopia, oftewel mijn club. En ja, die is blauw en ja, die laat ik ook blauw. En mensen zeggen, maak het rood. Het kost me 40.000. Maar ik ga later pas vertellen waarom het blauw blijft. En het wordt allemaal heel erg leuk en heel grappig, vind ik zelf tenminste. Want dat ga ik jullie allemaal zo meteen vertellen. Maar goed, vandaag, wat ga ik doen? Eén belangrijk ding dat ik ga doen zo meteen is belangrijk. Ik heb een afspraak samen met burgemeester Kevin. Dan denk je, burgemeester Kevin? Ja, Kevin is de burgemeester van Sunnyvale. Laatst hadden we een gesprek met hem gehad met de Fantastic Five in de stream van David. Het ging niet zoals gepland. Ik vond dat we een beetje te agressief overkwamen. Dat vond ik ook. Ik wou nog een beetje zorgen van boys, laten we van aardig tegen hem blijven. Maar David ging een volle bak erop in. En natuurlijk is het mijn taak om dan eventjes als de sneaky man eigenlijk te gaan praten met Kevin. Dus dat ga ik zo meteen even doen. Ik heb afgesproken met hem over 2 minuten eigenlijk al. Jeetje, bij... het gemeentehuisje weer, waar iedereen altijd meestal verzamelt. En het tweede is natuurlijk de invite. Want het is vrijdag en ik mag elke vrijdag, de volgende week nog ook, een invite weggeven voor op Mindtopia. Dus jongens, let goed op de video. De invite komt eraan, maar dat ga ik niet nu doen. Dat ga ik allemaal later doen natuurlijk. Zodat jullie goed de video blijven kijken. Dus ja, ik verplicht jullie helaas de video te kijken. Alright, we gaan het doen. Ik ga even naar beneden toe. Want het is eigenlijk bijna tijd voor een minuut moet ik al zijn. En... het is een burgemeester, dus ik ga zo meteen kijken naar de rest van mijn winkeltjes en zo. Want, oh man, het is niet fijn om bij een burgemeester te laten komen. En trouwens, mijn winkel staat er weer. Je ziet mijn Wettopia, mijn originele Wettopia staat er weer. De bom was ontploft. Ik heb 70.000 euro neergetikt om het weer terug te krijgen. Het was even pijnlijk in mijn zakjes, voelde dat. Weet je, ik had helemaal geen geld meer. Maar. Het is opgelost, het staat er weer. En het is ook best snel weer gebouwd. Dus dat is fijn, want ja, het was gewoon weer echt een wederopbouw. Dat is heel makkelijk voor de bouwers hier ook. Dus dat was goed gedaan. Even snel een worteltje neem ik mee. Oh ja, het drankje van David gekregen had. Die is voor mijn geheime inbraken die ik ooit misschien nog ga doen voor de Fantastic Five. Maar dat ga ik niet hardop zeggen hier in de straten van Mindtopia. Dat is niet zo slim. Want ja, goed. Ik ben onderweg naar het huisje, want ik heb nog maar 1 minuutje. En als het goed is, staat Kevin daar, de burgemeester van Sunnyvale. En ik probeerde om een soort wat vriendelijkere aanpak met hem te hebben. Want ja, we waren een beetje agressief gisteren. Oh ja, het is tijd. Wacht even, 1, 2. Eens even kijken. Hallo, Kevin? Kevin? Ah, nee, kut. Ik heb met hem afgesproken bij zijn huisje. Shit. Oh. Dus ik rennen. Nou, zag je hem daar nou lopen? Ah, daar heb je hem al. Hey, Kevin. Goedemiddag. Ja, ik zag je niet, dus ik dacht ik loop maar alvast naar hier. Ja, sorry. Ja, ik was vergeten. Ik had hier met je afgesproken eerst. Uiteindelijk had ik natuurlijk afgesproken bij jouw woninkje. Ja, maakt niet uit. Maar jouw woninkje, dat is jij woont met Marnik, hè? Ja, dat is mijn huisgenoot. Jouw huisgenoot? Je bent toch een burgemeester? Een burgemeester hoort niet te wonen in zo'n klein... sorry dat ik het zeg, holletje. Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb natuurlijk altijd in Uptown gewoond, maar met wat problemen met de bank. Omdat ik dus eerst nergens een baan aangeboden kon krijgen, was dat een probleempje. En ja. Toen ben ik eigenlijk alles kwijtgeraakt en nu ben ik me weer aan het opbouwen en heeft Marnik mij in huis genomen. Ja, vond ik wel aardig. Ja, ik had ook eigenlijk een baantje voor je. Ik wou dan naar je toe komen nog, van hé, ik heb een baan voor je. Hoor ik ineens dat jij de nieuwe burgemeester wordt? Ja, dat is allemaal heel raar gelopen eigenlijk. Toen ik daar in dat huisje aan het solliciteren was, toen, ja, dacht ik eigenlijk van ja, dit wordt hem niet. Nee, ja, ik was erbij. Ja, precies. Daar was best wel negatief en... ja, toen ben ik dus gewoon gaan rondvragen aan de burgers en aan de burgemeester van Mindtopia. En die zeiden eigenlijk allemaal, ja, is goed. Ja, toch? Dus ja, dat is eigenlijk heel snel gegaan. Nou, ik vond het een goede keuze. Ik was erbij en ik had zoiets van, ja goed, hè, de anderen waren sowieso geen sterke kandidaten. En jij hebt wel een beetje verstand, want je had al te veel geld, weet je. Dus ja, precies, dat is een beetje... ik vond jou sowieso een sterke keuze. En nice. Nou goed, ik had er gisteren een beetje meegelopen naar Sunnyvale. Maar zullen we even lopen richting mijn etenswinkel, naar mijn Foodtopia? Ja, heb ik een mooi. We gaan een paar dingen wil ik namelijk met je bespreken. Daarom heb ik natuurlijk gevraagd voor deze afspraak. Mm-hmm. Want gisteren waren we met de Fantastic Five. Ja, moet ik zeggen, waren een beetje agressief, hè? Vond ik wel. Ja, een klein beetje wel, ja. Ja, we kwamen een beetje hard over, alsof we eigenlijk een bedreiger waren. Was helemaal niet de bedoeling. Het liep een beetje uit de hand, een beetje fel. Soms zijn we dat gewoon een beetje fel, maar... het zijn goede gasten. Ja, nee, dat begrijp ik ook hoor.
Ja, we vonden het ook een beetje. Ze vond het een beetje vreemd dat ook het Samal je nieuwe wethouder wordt. Van hoe kan dat? Hoezo heb je hem gekozen? Want hij heeft je nooit een baan aangeboden gekregen. Hij had genoeg baantjes de hele tijd, weet je, bij de Blue Street. Maar hij heeft je nooit een baan aangeboden en zo met zijn uitzendbureau. Nee, klopt. Dat vond ik allemaal een beetje vreemd, weet je. Van, hoezo kies je dan in één keer voor hem? Ja, ja, dat is dus het mooie. Ik heb natuurlijk de baan aangeboden gekregen van burgemeester. Dat is op mijn pad gekomen. Maar ik heb dus de andere werknemers van mij, de wethouder en wie de bank gaat overnemen, die heb ik dus helemaal... Opa. Ah, bak, we gaan lekker naar binnen, want die houdt niemand van. Jeetje. Nee, ja, kijk, die heb ik dus helemaal niet gesproken. Ik heb die ook niet aangesteld. Die zijn mij toegewezen. Wacht, die heb jij niet aangesteld? Nee. Oh, dan wordt het veranderd een beetje. We gaan even lekker naar binnen. Ik heb hier een bedrijfspand. Heb ik hier kan je hier lekker zitten? Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan, ja joh. Hartstikke chill, gaan we zitten natuurlijk. Ja, we zijn even gelijk aan elkaar natuurlijk. Normaal zat natuurlijk de stoel van mijn stoel natuurlijk daar het hoekje. Aan het hoofd. Maar voor nu zijn we gelijk, weet je. Dat is belangrijk altijd. Maar je zegt dat je niet zelf je wethouder hebt aangesteld. Nee. Ja, het is allemaal heel snel gegaan natuurlijk dat ik burgemeester ben geworden. Maar de andere taken zijn ook al ingevuld. Zodat Sunnyvale niet aan zijn lot wordt overgelaten. Dat we in ieder geval al een basis hebben. Maar die mensen zijn dus gewoon gekozen. Net als die, kijk, staat hier hoor, weer die creep. Die Gijs. De G-typo. Zit hij naar binnen te kijken? Ja, hij zit een beetje raar te springen en zo. Wat is je nou? Oh, daar. De bomen zit hij. In de bomen zit hij. Ah, dat is Gijs. Een rare snuiter, maar dat is dus mijn bankdirecteur. Ja, ik ken hem Gijs goed. Het is op zich wel een goede, een beetje vreemde vogel is het zeker. Maar het is wel een goede gast. Dus als hij is bankdirecteur, dat kan ik nog wel beamen. Ja. Maar ik begreep gewoon niet dat je in één keer Samal als wethouder koos. Ja, hij is dus gekozen door de mensen hier. Ik heb ook geen idee hoe dat allemaal zo gelopen is, maar hij zit daar nu. Ja, ik vond het een beetje raar, want wat vind je zelf van Samal eigenlijk? Ik bedoel, hij heeft je dus niet een baan aangeboden, toen je het echt nodig had? Nee, het is... ik denk dat het een succesvolle jongen is, dat hij weet hoe de zaakjes allemaal lopen. Ik denk dat hij ook een flinke aanhang heeft, dus ik snap ook wel waarom hij gekozen is. Ja. Ik heb hem alleen nog nooit gesproken. Dus, ik denk een beetje oneerlijk is hij verkozen, want inderdaad zijn aanhang heeft hem gestemd. Wij wisten helemaal niks van de wethouderschap, wist ik. En hij zijn eigenlijk aangesteld, dat vond ik een beetje vreemd. Maar ik ben een beetje bang, want het is dat hij met zijn Blue Street, zeg maar, ook alleen maar daarvoor naar Sunnyvale wil gaan, om alles alleen maar de Blue Street erin te pompen. Ja, precies. Ja. Ik snap wat je daarmee bedoelt. Ja, wat ik eigenlijk met Sunnyvale wil is dus dat het totaal niet een Red Street of een Blue Street of een... Nee. Dat het eigenlijk iets totaal nieuws wordt, zeg maar. Ja, daar ben ik ook voor in. Ik ben altijd in voor nieuwe dingen. Ik bedoel, ik ben ook degene die voor de asielzoekers gezorgd heb hier ook. Gratis, hè. Ik heb geen leveltje gekregen. Ik heb geen geld voor gekregen. Het heeft alleen geld gekost. Alleen maar geld gekost. 50.000 wel te verstaan. En ik heb ze nog werk gegeven ook. Ze werken gewoon bij me. Dus ik heb gezorgd voor goedheid in de stad. En daarom mag ik wel een gesprek met je hebben van, ja goed, als Fantastic Five, het klinkt altijd heel gemeen en we doen en zo, maar we willen eigenlijk alleen maar zorgen dat de stad beter wordt. Dat we z'n allen zorgen dat de stad lekker welvarend is, dat er geen problemen komen. En daar wil ik het eigenlijk een beetje met je over hebben. En ik ben dus bang dat als met Samal, die wilt echt de Blue Street zo hard pushen, want, en als je hem niet wil geloven, zal ik wat laten zien wat Samal doet? En verloop maar even mee, want het regent niet meer buiten. Ik zal het even laten zien zelfs, weet je. Want jij zegt, ik wil geen Red Street, Blue Street. Ik wil eigenlijk alleen maar een paar huisjes waar ik hebben. Nou, moet je kijken, let op, hè, wat hij gedaan heeft. Dat je hier naartoe moet je /plotinfo doen. /plotinfo. Ik ga eens kijken. Van wie is deze? Deze is van Dion. En Matthijs. En waar horen zij bij? Ja, een beetje bij de Blue Street volgens mij. Ze zijn van de Blue Street. En dan lopen we hier naartoe. En doe je hier plotinfo. Wie is dit? Ik, Bart. Bart van de Blue Street. Wie is dit? Oh, van Papa Warlord. Hij hoort het eigenlijk bij de Blue Street. Nou, volgende. Hij heeft het verkocht eindelijk weer. En dit is van Stoopan uiteindelijk. Maar je ziet wat ze doen. Ze willen eigenlijk Blue Street verspreiden in de Red Street. Dat is wat ze eigenlijk willen doen. Dus ik ben bang dat ze dat ook heel graag willen doen. In Sunnyvale. Dus eigenlijk vooral hun eigen dingetje doorzetten. Ja, ik snap het. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat we een aantal mensen in Sunnyvale krijgen die ook willen investeren, zodat we al gelijk bedrijven kunnen hebben natuurlijk in de stad. Ja, ik wil op zich graag bijkomen. Ik wil graag, weet je wat het is, een voedselwinkeltje openen, dat iedereen lekker gewoon voedsel kan kopen. Ik zou laten zien, dit is mijn winkel. Dit is mijn grootste winkel natuurlijk, het is Foodtopia. We zijn de goedkoopste van de stad, dus daarom wil ik ook goedkoop, op zich wel goedkoop eten aanbieden.
voor iedereen ziet het makkelijk. Kleine, simpele winkel, weet je wel. Iedereen wordt vriendelijk gratis behandeld. Water. Gratis water voor de stad. Iedereen kan lekker zijn waterflesje bijvullen. Ga ik meteen even doen. Ja, dat bedoel ik. En misschien wil ik zo eentje gaan openen graag. Een Foodtopia. Een soort dus eigenlijk... Nou, Sunnytopia. Food, Sunnyfood. Hey. Hey. Sunnyfood wil ik gaan openen. In Sunnyville. Ja, nou, we hebben sowieso een winkel nodig natuurlijk. Dus in dat opzicht sta ik daar zeker voor open. Ja, maar ik ben dus bang. Dat is het probleem dat ik weer zo tegengehouden word door jouw wethouder. Ja, maar uiteindelijk kan ik daarover beslissen. Ja, het gekke is, je kan ook beslissen of je Samal wil houden, ja of nee. Hè? Je kan ook als je wilt in de eerste dag je zit van... Nou, wethouder, leuk dat je aangesteld bent door de stad, door de andere stad. Maar ik heb niks te maken met de andere stad meer. Ik ben hier de burgemeester op Banjeren. Ik heb het niet meer nodig. Ik ga het zelf iemand aanstellen die ik echt vertrouw. En dat is eigenlijk wat de Fantastic Five een beetje duidelijk wilde maken. Dat we heel goed met veel geld, maar ook veel te vertrouwen zijn. We willen graag investeren in nieuwe dingen. Dus dat wilden we eigenlijk duidelijk maken voor Fantastic Five. Het kwam er een beetje wild uit, maar... Ik leg het gewoon even neer. Dat vind ik even belangrijk. Maar, Kevin... Ja. We gaan even iets heel belangrijks doen. We gaan namelijk hebben over de invite die ik mag weggeven. Yes, een week midden in de video, pats, boom. Dus mensen die kijken, hartstikke leuk dat je nog kijkt. Je hebt kans om te winnen. Iedereen schrikt zich dood nu. Ja, pats, boom. Wat gaan we dan meteen doen? Wat ik wil voor jullie is dat jullie naar Twitter gaan en mij een fanart toesturen. Tadaa! Het mag zijn een tekening, het mag zijn iets met Photoshop, een banner, een wallpaper van de Mindtopia. Of het maakt niet uit wat het is, het moet een fanart zijn. En belangrijk wat er is in de fanart, ik sta erin. En als je echt iets gaat doen over Mindtopia, wil ik ook dat Kevin erin staat. Als burgemeester. Dus dan wil je iets met fanart. Als je iets met Mindtopia wil doen. Dus niet tekenen. Maar bijvoorbeeld je wilt iets doen qua een photoshopje met een wallpaper. Doe dan iets met mij en Kevin erin. En dan iets met F5. Dus F5, Kevin en ik. Dat lijkt me hartstikke leuk. Als je het leukste hebt. Dan natuurlijk aan jou weten of je gewonnen hebt. En dan sta je volgende week misschien wel in Mindtopia. Dus hartstikke awesome. Of in Sunnyville zelfs. Hè, met Kevin. Want vindt Kevin ook natuurlijk heel leuk. Nieuwe inwoners. Ja. Zeker. Dus met deze, Twitter even naar me toe. Dus @IreleasedEye, inderdaad. Een wallpaper of een leuke fanart. Mag van alles zijn. Naar @IreleasedEye. Toppie. Goed, dan hebben we dat even gehad. Mooi. Gaan we verder. In ieder geval, we hadden het dus over dat de Fantastic Five achter Sunnyville staat. En we willen ook heel graag steunen in Sunnyville. Ja. Nou, dat is in ieder geval mooi om te horen. En heb je zelf al een soort van wet in gedachten in Sunnyville? Of wil je het eigenlijk nog niet over hebben? Is het nog geheim? Nou... Ik heb er zelf nog niet heel veel over nagedacht, omdat er dus, als het goed is, dit weekend een soort bespreking gaat komen met de mensen die dus al zijn aangesteld. Oké. Een soort bespreking van hoe we het willen gaan aanpakken. Ik heb volgens mij ook gehoord dat David daar ook bij gaat zijn, dus die gaat zeker een oogje in het zeil houden. Ja, natuurlijk. Dat moet jou ook zeker geruststellen, denk ik. Ja, zeker weten. Dus daar hebben we een bespreking mee en eigenlijk dan gaan wij echt plannen maken over hoe het allemaal zal gaan lopen. Welke wetten er komen, hoe duur alles gaat zijn, et cetera. Nou, ik ben zeer benieuwd. Nou, in ieder geval, je weet, ik wil je graag steunen. Dus als je ook vragen hebt, hulp nodig hebt bijvoorbeeld, of een investeringje nodig hebt voor iets, dan kan je altijd naar me toe komen. Daar sta ik heel erg voor open. Vind het hartstikke leuk om uitbreiding te krijgen natuurlijk. Met de stad beter wordt, welvarender wordt. Want daar sta ik achter dat alles welvarend wordt. Zie maar bijvoorbeeld met asielzoekers. Ik ben er graag bij. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Ja. En dat vind ik dus hartstikke fijn. Dus als je me ooit nodig hebt, zou ik er dus gewoon voor je zijn. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. En ik vind dit ook al een veel prettiger gesprek dan de vorige keer. Ja, dat was een beetje wild. Dat is buiten en het zijn allemaal bij elkaar. En het zijn allemaal wat haantjes zitten erbij, de Fantastic Five. Hè? Allemaal de man. Ja, zeker. Dus daarom zijn die gesprekken normaal zijn het heel kalm. Misschien moet je een keer gewoon lekker erbij zitten met z'n allen. Wat gaan eten samen met de Fantastic Five of zo, weet je. Ja, klinkt gezellig. Ja, zeker. Dat is wel een leuke, dolle boel. Het zijn goede gasten verder, hoor. Maar dat is een beetje hectisch allemaal. Want ik vond het een beetje spannend. Hoe is die Kevin nou? Ik moet zeggen, je vindt het ook wel een toffe kerel. Dus ik ben, ik heb graag wel een keer met je samenwerken over iets dus. Ja, nice. Ja, ik heb bijvoorbeeld de burgemeester heb ik ook al een paar keer gesproken. Die vindt mij ook gewoon een toffe peer. Ik hem ook, dus... mijn spetterpoep opmerking ook. Die flapte er ook een beetje uit. Oh, ja. Ging een beetje heen en weer natuurlijk. Daar houdt hij niet zo van, hè? Daar houdt hij niet zo van, de burgemeester. Is hij niet gewend, nee. Ik had ook een beetje ruzietjes met hem in het begin. Maar op zich wel, het is opgelost, dus dat is fijn. En als het goed is, je ziet het ook, we steunen hier burgemeester Lars. De red light staat achter burgemeester Vakenhof. En het bord mocht je dan staan, allemaal gratis, weet je. We staan achter de burgemeester. En ik ben heel loyaal met dat soort dingen. Dus als jij even laat zien van, nou, ik ben echt een goede burgemeester. Dan kan ik ook zorgen misschien dat in periode 2 jij weer wordt aangesteld in Sunnyville.
Kijk, dat zijn mooie uitspraken. Ja, daar werk ik heel hard voor. En dat zou ik ook graag willen behouden. Dus je inderdaad wijst aan ons dat je ook een toffe peer bent, inderdaad. En achter de red light staat, dus eigenlijk achter met onze Fantastic Five dingen wil gaan doen. Dan zullen we altijd bij jou ervoor zijn voor jou. Yes, klinkt goed. Dat top. Ik heb even nog wat andere zaken te regelen, meneer de burgemeester. Yes, is goed. Ik ga je met rust laten en succes verder. Ja, bedankt voor het gesprek, jongen. Ik vind het fijn dat je zo open bent met iedereen nog. Ja, graag gedaan. Nou, heel veel succes en dan spreek ik je later wel. Komt goed. Ciao. Ciao, ciao. Alright, dat was dus burgemeester Kevin van Sunnyvale. Het is goed gegaan, het gesprek. Ik heb een beetje dat doorschemerde inderdaad. Misschien zit nu, het is in zijn hoofd geplant nu dat Samal eigenlijk niet zo'n toffe kerel is. Het is nu in zijn hoofd geplant. Het is een klein zaadje. En misschien kan hij uitzaaien naar een gigantische boom. En vooral bijvoorbeeld als Samal in één keer iets met blues aanzet in Sunnyvale. Denkt hij van, hey, zie je wel, daar heb ik voor gewaarschuwd door die gozer van de Fantastic Five. Dus door mij. Van ja, dat is een man dat alleen daarom naar Sunnyvale wil gaan met zijn vrienden. Alleen daarom. Dus daar moet hij een beetje mee op. Dus dat is gepland. En we gaan kijken wat er verder gaat gebeuren eigenlijk. Maar wat ik jullie wou zien, laten zien verder ook, is mijn wetkantoor. Hoe die geopend is weer. En het ziet er nu als volgt uit. Ik ga lekker aan toe lopen. Wap, dirap, 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 dirap. En daar zijn we dan. Hier naar binnen. Hatsaflats, dit is eigenlijk het wetkantoor met de supermachine. Waar je 50-50 je geld inzet. Het is wit of zwart wat eruit komt. En wat je wint, win je dubbel je inzet. Het gaat hartstikke lekker. Ik heb nu geen winst erin zitten. Helaas heb ik het uitgehaald. Vorige keer was de bom beloft. Ik van nou, vanaf nu haal ik al het geld gewoon uit. Want er gaat weer zoiets raars gebeuren. Dus dat doe ik lekker niet. Maar het ziet er zo uit. Het is best wel een mooi gebouw. En als ik wil, kan ik het dus samenvoegen. Want het zit allemaal aan elkaar vast. Naar één groot plot. Dat ik veel meer plots kan kopen. Wat ik ga doen namelijk. Hier komt ook namelijk een plot. Hier komt misschien een café te staan. Van Beerco. Van Remco. Een cafeetje. En het cafeetje gaat hier dan aansluiten ook. Bam. Heb ik hier een gigantisch kwart. Vier blokken bij elkaar. Één groot blok vormt. Waardoor ik weer nieuwe plots mag kopen. Dus dat is awesome. Dus ik heb eigenlijk gedaan vandaag wat doen. Ik heb gesproken met Kevin over Sunnyvale. En dat ik inderdaad achter hem sta. Als hij dus ervoor open staat. En dat stond hij ook wel een beetje. Dat vind ik hartstikke fijn. Een beetje goed gepraat voor de Fantastic Five. Dus dat is ook goed. Want ja. Daar ben ik wel goed in eigenlijk, het praatje, het babbelen met anderen, het ompraten. Dus daar ben ik wel goed in. En dat ben ik ook, dat is eigenlijk mijn taak ook een beetje, de Fantastic Five. Dus dat is geregeld, naast geld smijten natuurlijk. Dus dat is allemaal geregeld, dat is chill. Dus de burgemeester, toffe gozer. De invite is duidelijk, want je de invite moet winnen. Dus als je het nog niet gezien hebt, moet je maar even gewoon de video helemaal afkijken. Niet alleen maar naar het einde gaan om alleen de invite te winnen. Dus ja, succes daarmee. En natuurlijk heb ik laten jullie zien wat de red light district een beetje inhoudt nu op het moment. Dus hartstikke awesome. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wil Kevin bedanken voor het meedoen. Dankjewel Kevin. Graag gedaan. Zijn links naar beneden in de beschrijving. En kijk op zijn Mindtopia verhaal. Want hey, binnenkort super gaaf natuurlijk. Want hij wordt burgemeester in de nieuwe stad. Dus het is natuurlijk hartstikke spannend. Kevin wordt dan natuurlijk de big guy daar. Zeker even checken mensen. Beneden in beschrijving Kick X Games is het, hè? Yes, komt goed. Want helemaal goed. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken. Had lekker een blauw duimpje achter omhoog. Als het awesome vond. De laatste twee video's hebben over de 2000 likes gehaald. We gaan dit keer voor de 2500. Kijken of het gaat lukken. Kijken of jullie inderdaad echt zo awesome zijn. Dankjewel voor het kijken, mensen. Ik zie je graag in de volgende video. Dankjewel. Later was het ziens. En peace.